Hey, de kijkers van The Wombat Cool. Vandaag gaan we weer verder met een nieuwe episode op dit kanaal. Namelijk van Call of Duty Ghosts. Nummer 5 alweer. En we waren hier de vorige keer gebleven dat Ajax zo gewond was van de Ghosts. En die gaan we proberen. En wie is dat? PVT Brown. Die gaan we proberen te redden nu. Ligt hij hier misschien? Zijn die allemaal gewond? Ik denk niet dat Ajax hier ligt, want die was heel erg gewond. En het gaat hier hevig aan toe. Al die dingen in de lucht. Oh, we lopen hier gewoon midden door een oorlogsveld, man. Ik dacht, we zijn terug in onze basis en dan is het wel weer veilig. Vandaag gaan we dus verder. In onze tocht. Om dit te veroveren. Wat moet ik doen dan? Wat moet ik doen? Ik weet niet wat er bij ons hoort en wat niet. F? Nee, ik wil hem wel blijven gebruiken. F to use. Die dingen moeten we dus al vernietigen voordat ze hier zo zijn. Oké, nice. Die hebben we kapot gemaakt. Oh, we moeten ook gewoon al deze mensen hier doden. Wat? Waar nog meer? Oh. Oké, wat nu? Sorry. Ik ben een beetje onwetend op het moment. C. Wat? Wat moet ik nou doen dan? Gaat het wel? Oh, er was zo'n granaat. Kunnen we dat ding niet vernietigen? Dat ding schiet op ons. Kunnen we dit ding weer gebruiken? Nee. Control. Er stond control to invade. Wat ben ik aan het doen, man? En. Oké. Wat is dit? Oké, nice. We hebben in ieder geval... Wow, check dat. Dit is zo nice dat we gewoon al die dingen tot onze beschikking hebben. En nu moeten we gewoon wat van die kleine gastjes killen. We hebben wel echt goede wapens, man. Op het strand is dus iedereen tegen ons. Dus die moeten we proberen allemaal te vermoorden. En dan heb je dat ding weer. En kunnen we weer opnieuw al die dingen vermoorden. Wow, er zijn nu alweer gewoon weer zoveel. Nee, ik kan er niet bij. Dammit. Ik kon er net niet bij. Wow. Wat? Ja, ik doe mijn bed. Wow. Wat? Dat is niet de bedoeling. Hallo. We moeten wel in leven blijven. Dat wij gewoon nu nog leven. Na al die vliegtuigen die er de hele tijd overheen zijn gegaan. Oké, ja. Ik doe mijn best. Wij lopen nu gewoon lekker door. Oké, wat moeten we dan nu doen? Gewoon een beetje lopen en heel veel mensen vermoorden waarschijnlijk. Oh, er zijn zoveel lopende mensen ook nog. Ik dacht al gewoon... Al die vliegende vliegtuigen en boten en dingen zijn allemaal wel genoeg. Maar er zijn er ook nog zoveel landmachtmensen. Ik weet dat tanks en alles ook landmacht is. Maar ik bedoel gewoon die mensen die gewoon een beetje lopen. Zoveel schoten. Ik word gek. We moeten in ieder geval zorgen dat die mensen die daar bovenop staan. Dat... Oh, granaat. Twee granaten. Dat die een beetje dood zijn. Oh, jij hoort bij mij. Sorry. Die moet dood. Wij kunnen ook granaten gooien. Oké. Herladen. Waarom deed hij dat niet? Oké, is die daarboven al dood? Ja, hè? Oh, wat moet ik doen? En? Ik moet weer een drone... Met een drone er iets uithalen. Zo, iedereen dood. Nice. Halve strand is weer leeg. Ik vind het zo vet dat we dat allemaal tot onze beschikking hebben. Dat moet ik wel met al die tegenstanders die we ook moeten verslaan. Uitkijken voor granaten. Oh, damn it. Wow, what the fuck is dat? Een hovercraft, dinges, hovercraft. Ik weet niet hoe zo'n ding heet. Hoe nice dat het ding gewoon echt helemaal hier zo overheen kan. Zijn die dingen echt zo groot? Hoeveel mensen passen daar wel niet in? Ik ben zo verbaasd. Alles is verbazingwekkend. En... Dan moeten we nu waarschijnlijk dat ding
Goed zo, die wilde ik inderdaad als eerste doen. Mooi, dan nu nog wat van die kleine mannetjes dood. Dan heb je ze weer. Hebben we ook meteen wat minder last van die kleintjes. Wat nog een keer, en... Ja? Oh, we kunnen het ook doen zonder dat het wordt aangegeven. Wat betekent dat? Enemy lock. Oh, hij is uit de lucht gehaald, wat? Oké. Ik vind het wel nice dat ik gewoon ook mijn eigen gasten door zijn hoofd kunnen schieten. Zonder dat ze ook maar iets beschadigd raken. Ik ben alvast verder gelopen, jongens. Je moet gewoon mij volgen. Ik heb hier allemaal verstand van en zo. En stop gewoon echt nooit. Ze zijn gewoon met oneindig veel. Net als in Battlefield de Chinezen. Die stopt ook gewoon nooit. Oh, nee. Niet zo vaak op mij schieten. Ja. Bewegen. Dat vind ik wel fijn. De game was net gesteefd. Dus als we dan dood gingen. Oh, gaat het wel? Oh, we gaan dit opgeven. Dit gebied. Oké, dat lijkt me inderdaad ook wel verstandig. Want er is ook eigenlijk haast niks meer van over. Oh god. Moet een beetje zigzaggen. Ah. Oh. Blijven wij leven? Wij blijven leven, hè? Oh, en hier heb je ze weer. Die gasten. Oké, die leven nog. Moeten we hierheen? Ja. Kunnen we ze niet... Oh nee, we zijn onze drones kwijt, hè? Dus dat is jammer. Dat was wel echt heel erg handig om al die tanks... Tanks weg te halen en al die vliegtuigen uit de lucht te halen. Goed zo, Riley. Door de... Moeten wij er ook doorheen? Ja. Oké, wat vuur? Wie moeten we redden? Oh, ik ken dit. Dit is wat waar die vader eerst was. Is hij er nog? Hoe kan ik dit weghalen? Dat moet er kunnen. Oké, ja, ik help. Ik kan dat. Ik ben een baas. Oh, wat? Oh ja, die konden hier naar boven, hè? Waar is hij dan? Wow! Wat? Wow, wow, wow. Leven we nog? Ja, hè? Of was dat onze vader? Nee, nee, die zou dit nooit doen. Is dat een ghost? Nee. Don't do that. Ah, nee, ons hondje. F, 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 F. Had ik nog niet gezien eerst. Sneller. Nee. Mm. Net op tijd, hoop ik. Ja. Ja, maar ik overleef dit. Ik ben een wombat. Ik kan dit aan. Geloof mij. Oh nee, met de dak zakt in. Die wat een ghost, maar die hoorde toch bij ons? Toch? Ze zijn... Ja, ze zijn wel echt super goed, die ghosts. Als ze dit altijd doen. Ja, jawel, hè. Ik haat jou als je zo'n klootzak bent. Dat je zeg maar in de penari zit. Dat mensen je dan proberen te helpen. En dat je dan gaat zeuren van... Ik had je hulp helemaal niet nodig. Jullie klootzakken. Terwijl je dan eigenlijk gewoon wist dat je eigenlijk dood ging. Is hij de geest? Dit is wel echt zo'n pam 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 moment. Dat je zeg maar eerst dacht van hij is dood en toen is hij opeens een geest. Wat wel best wel grappig is. Want dode mensen kunnen misschien ook wel geesten worden. En nu leeft hij nog, maar is hij een geest? Ha 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 ha. Ik lach me dood. We moeten hem verslaan. Maar hoe? Oeh. Dat was alweer een pam 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 moment. Oh, ja. Escape. Damn it. Weer te laat. Rourke led us to eliminate Almagro. Rourke became obsessed with him. He
cool. Oké, jongens, ik wil je bedanken voor het kijken naar alweer een missie van Call of Duty Black Ops 2. Wat? Helemaal niet. Van Call of Duty Ghosts. Ik loop een beetje achter. En ja, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik vind het wel best wel nice dat we telkens een hele missie kunnen uitspelen. Hebben ze best wel nice gedaan dat het dan 15 à 20 minuten duurt. Dus ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Wees wel blijven om het zijn en wat. En bye bye. Dag mensen. Tot over 1 of 2 dagen.